Ik zit daar niet. Ja, zijn er nog twee. Er is nog eentje. Wachten nog even op de laatste. Goedemorgen. 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 We wachten nog 1, 2 minuten, 3. Komt als goed is nog één iemand bij en anders gaan we zo gewoon beginnen. Oké. Zin in? Ja, even wachten hoor. Ja hoor, veel zin. Goed zo. Even kijken of u een beetje ziet. Dat je hier staat, ja, toch? Een beetje gelijk van de bokstap. Hier, tot van het matje. Ja, dan mag je als oefening van een mat doen, dan schuiven. Ja. Nou, zet hem maar op. Ja, we gaan gewoon beginnen. Goed. Ja. Goed, dames. We hebben vandaag een special guest. Milan. Goedemorgen. Dus we doen de les samen. Omste beurt doen we een oefening. Ik begin de oefening, daarna Milan, et cetera, et cetera. We hebben 9 oefeningen. We doen een lesje Tabata, dus de oefening doen we 20 seconden. 8 keer achter elkaar en na de oefening hebben we even 1 minuutje rust. Yes? Oké. Nou, zet allemaal weer even je geluid uit. En dan gaan we beginnen. We beginnen weer met de warming-up. Dus ga lekker staan. Starting your Tabata workout. Get ready. Goed. Daar gaan we. Gaan beginnen. Exercise. Met gewoon een rustige dribbel. Een beetje op de voorvoeten. Armen meenemen. Gewoon rustig aan dribbelen. Deze manier. Klein beetje wakker worden. Rest. Even rust. Dus oefening doen we 8 keer achter elkaar. 20-10. Goed. Exercise. Draai de armen een beetje mee. Naar voren. Schouders een beetje losmaken. En bijna op die voorvoeten. Rest. Goed, gaan we knieën even. Exercise. Knieën over, armen gewoon lekker meenemen. Je landt weer op de tenen. Op de voorvoet. Hou vol. Rest. Nou, hartslag gaat wel een beetje omhoog. Lichaam wordt een beetje warm. Goed, gaan de armen achteren. Dus blijf dribbelen. Rest. We strekken de armen naar het lichaam en draaien. Exercise. Blijf dribbelen. Hou vol. Rest. Hoeveel nog? 2. Goed, doen we weer even de gewone. Exercise. Dus hou hem kort, hou hem klein. Kleine stapjes. Arm met je meenemen. En rustig dribbelen. Rest.
twee te gaan. De wakker billen. Exercise. Dus de op de billen en met de hakken weer naartoe. Rest. Nog één. Sluit af gewoon met normale rustige dribbel. Over op de volgende. Exercise. Hij mag net wat sneller. Dus eigenlijk het dubbele wat je net deed. Tik, 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 tik. Twee. Eén. Rest. Dat was de warm-up. Even een minuutje rust. Goed drinken tussendoor. Recovery. Eerst. Ja, je hebt zo warm hoor. Ja, het is zeker al. Mag ik vast een beetje oefeningen? Ja. Yes, oké. Okay. De volgende oefening zo. We gaan dadelijk jumping jacks maken. Je start daar met je armen naast je, voeten bij elkaar. Je springt, doe je armen omhoog en je voeten uit elkaar. Gaan we over kijken. 10 seconden beginnen. Nou, ik ben natuurlijk wel klein, maar dus ik kan het veel zeggen. Oh ja. Dat is toch wel. Exercise. Yes, daar gaan we. Goed. Exercise. Hou het even vol, bezig. Concentreer ook, goed doorademen. Rest. Twee. Exercise. Oké, dus bezig, hou het vol. Goed bezig. Blijf geconcentreerd. Exercise. Nog. Hier nog drie. Bezig, hou het vol. Rest. Heb je nog een kamer? Nog een kamer? Oh jee. Exercise. Bezig. Twee. Eén. Rest. Assistent, hoeveel zitten we?
Zit op 6 nog 2 te gaan. Kom op. Exercise. Bezig, houd hem even vol. Rest. Dan gaan we zo beginnen aan de laatste van de jumping jacks. Exercise. 20 seconden. Houd er even vol. Twee, één. Even wachten. Even een minuutje rust. Drink even wat. Recovery. Alright, gaan we oefening 3. Oefening voor de bovenbenen, een beetje de billen, noem de lutjes. We zetten een grote stap naar voren en door je voorste knie heen en weer terug. Van zijkant zit het er zo uit, stap naar voren en terug. Achterste been, achterste voet eigenlijk op de tenen. Lichaam een beetje rechtop, kracht vanuit voorste been. We gaan met rechts beginnen. Dus zet je 1, zet alleen maar een stap naar voren met rechts. Zet je 2 met links en zo wisselen we ons op af. 8 setjes. Daar gaan we. Handen in de zij. Stap naar voren zetten en terug. Jezelf echt wegdrukken naar achteren met het voorste been. Rest. Dat was rechts. Nu gaan we wisselen, doen we links. Dus stap met links naar voren zetten. Gaat ie. Exercise. Hou vol. Yes. Rest. Twee handen nog maar 6 te gaan. Zo voorbij. Rechts. Exercise. Rest. Stap met links, gaat ie. Exercise. Doe je grote stap en terug. Rest. Zit op de helft van de oefening. Nog 4 te gaan. 2 keer rechterbeen, 2 keer linkerbeen. Laten we snel een beetje branden. Exercise. Rechts. Kom op. Rest. 3. Linkerbeen. Exercise. En weer rust. Rest. Beide kanten nog 1 keer. 1 keer rechts, 1 keer links.
Exercise. Rechterbeen, kom op. Rest. Gaan we naar de laatste. Nog één keer linkerbeen. Komt ie. Exercise. Goeie grote stap. En terug. Bijna. Laatste. En een minuutje rust. Lekker gedaan. Even wat drinken. Recovery. Recovery. Ja, perfect. Yes, drink even snel wat. Dan heb ik al de volgende oefening uit. Nou, ik ga dan liggen. Plat op de grond op je rug. Voet omhoog. Knieën verbogen. Handen op je borst. En we gaan kruisjes maken. Zorg ervoor dat echt alleen je bovenlichaam van de grond komt. En je onderrug die blijft op de grond. Yes, exercise. Span je buik goed aan. Kom een beetje van de grond met je bovenlichaam. Lekker benen. Blijf goed doorademen. Rest. Twee. Eén. Exercise. Lekker bezig. Rest. Nummer 3. Exercise. Hou hem vol. Kom op. 2. 1. Rest. Nog maar 5 te gaan. Exercise. En blijf je buik ook goed aanspannen. Lekker bezig. Rest. En gaan we even zitten. Exercise. Als het goed is, begin je nu te voelen branden. Hou het nog even vol. Rest. Exercise. Lekker bezig. 2, 1. Rest. Twee te gaan.
Exercise. Cool. Adem het even vol. Blijf goed aanspannen. Blijf goed doorademen. 2, 1. Rest. Gaan we ons klaarmaken voor de laatste voor deze oefening. Exercise. Laatste 20. Kom op. Adem even vol. Yes, heel rest. Goed. Even adem. Neem een slokje water. Recovery. Goed, we blijven op het matje liggen op de rug. Dus dat is lekker natuurlijk. De eenbenige brug, we kennen hem, hè. Doen we vaker gewoon een goede oefening voor de hamstring, koor, billen. Dus wat we gaan doen, we gaan liggen. Eén voet op de grond, dat is je standbeen. Ander in de lucht en omhoog. Dus druk jezelf weg. Naar boven toe, dus die billen van de mat af. We beginnen met links. Links standbeen, dat wordt setje 1. En we wisselen per set, wisselen we af. Stilte voor de storm. Dus links standbeen, andere been, hou je in de lucht en je drukt jezelf omhoog. Goed bilspieren aanspannen. Rest. Rust. Gaan we nu wisselen van kant. Rechts voor de standbeen. Linkerbeen in de lucht. En dan gaat hij omhoog en rustig terug. Rest. Twee gehad. 60 graden. Links standbeen en rechter de voet omhoog. Exercise. Rechterbeen. En blijf jezelf wegdrukken omhoog. Rest. Gaan we weer naar rechts. Standbeen. Links omhoog. En exercise. Omhoog. Goed door blijven ademen tijdens deze oefening. Hou vol. Goed, helft van de oefening. Snel rekensommetje nog twee keer links, twee keer rechts. Kijk even wat stemt dan. Hij kreeg goedkeurig, ja. Links standbeen. Gaat ie. Kom. Rest. En rust. Nog 3. Wisselen van been. Rechts standbeen. Gaat die. Exercise. Bijna. Rest. Beide benen op één keer. Hou vol, dames. Kom op.
Exercise. Exercise. Rest. Nog één. Drie, twee, één en go. Exercise. Laatste sprong is. Twee. En weer een beetje rust. Weer even wat drinken. Kom Milan weer met een fantastische oefening. Dus bereid je voor, mentaal ook. Dat vooral. Voor de pittige. Yes. De volgende oefening ga ik alvast uitleggen. Dus jullie even een paar keer een hele zware oefening op binnen met. Je kan het matje blijven gebruiken. We gaan dadelijk push-ups maken op de knieën. Dus dat betekent handen zet je onder je schouders. Knieën zet je achter je. Bovenlichaam gestrekt. Je zakt door je armen. En je drukt jezelf erop. Let op dat je je ellebogen wat meer naar je lichaam toe brengt. En niet te ver naar buiten. Assistent, nog een seconde nog. Nog vijf. Succes, dames. Dit kunnen jullie. Eerste exercise. Zakken. En omhoog. Heel goed. Twee, één, rest. Rest. Exercise. Nog maar eens even te gaan. Heel goed, hou hem even vol. Rust zakken. En omhoog. Twee, één, rest. Rest. Ik schrijf zo goed. Exercise. Nummer drie. Sorry, ik had veel plezier. Nog even vol. Rest. En rust. Nog vijf te gaan. Exercise. Nog even vol. Twee, één. Rest. Dus, kom op, jullie zitten op de helft. Dan gaan we afmaken, ook dames, kom op. Het derde zijn we van. Of het derde moet nog komen. Exercise. Precies. Ook Milan krijgt het zwaar. Dus het is helemaal niet gek, dames, als jullie het ook pittig vinden. Doe het op je eigen tempo. Kijk omhaal. Rest. Heb je als je maat stilstaat? Niet te gaan. Exercise. Hou vol. Hou vol, Milan. Rest. Nog eentje toch? Eentje volgens mij toch?
Exercise. We zijn er bijna. Nog even volhouden. Rest. Gaan we naar de laatste. Nog 21 seconden. Even volhouden. Exercise. Yes, applausje maken mensen. Lekker gedaan. Wat een spierpijn. Recovery. Ja, jij ook een mooie spierpijn? Nee joh. Ik moet best niet in bed niet eens uitkomen. Oké. Ja. Voor de volgende oefening heb ik iets meer ruimte nodig. Wat we gaan doen. Zak door de knieën, klein sprongetje, opvangen en we dribbelen rustig terug. Klein sprongetje en rustig terug. Ik wil niet dat je in een appartement woont. Boze buren. Voor de boze buren. Dus een heel licht sprongetje, rustig opvangen en weer naar je beginpositie terug dribbelen. 15 seconden. Dan gaan we beginnen. Lekker hoor. Zijn jullie lekker bezig met die mannen lopen? Goed, 3, 2, 1 en dan gaan we. Dus we doen squat. Klein sprongetje en terug. En rustig terug weer door. Rest. En even rustig op 7 te gaan. Hoor, gaat ie. Exercise. Blijf sprongetje opvangen en terug. Dus vang hem zachtjes op. Rest. Nog 6. En go. Exercise. Rest. Exercise. Rest. Exercise. En blijf wachten, mensen. Het is tenslotte maandag. Het is tenslotte maandag. De week is weer begonnen. Hoeveel nog? Rest. Nog 3. 3? Happy? Exercise. Nummer 6. Rest. Nog 2 te gaan.
Eén en laatste, kom op. Exercise. Blijf hem netjes opvormen. Rest. Nog eentje. Laatste. Exercise. En minuutje. Rest. Doe het anders. Gaan we naar de ene laatste oefening. Recovery. En ik wil jullie alvast vragen om 2 waterflessen te pakken. 2 waterflessen. Muntbladeren. Echt? Denk ik. Het ziet er weer uit de zon uit. Yes, oké. Okay. Als jullie 2 waterflessen hebben, gaan we aan het boksen. Dus ga eerst links, breng terug en dan rechts. En dat dan de hele tijd door. We hebben nog 10 seconden. Yes, ga vast staan. 2, 1, 3. Exercise. Heel goed. Even voor nog. Even vol. Oké, dus voor de volgende doen we 2 keer links achter elkaar en 2 keer rechts. Yes, daar gaan we. Exercise. 2 keer links, 2 keer rechts. Heel goed. Even vol. Als je de ene arm stoot is, breng je de andere weer terug naar je gezicht. Hou hem even vol. Oké, nog 5 te gaan. Goed bezig. Voor de volgende doen we gewoon weer links en rechts, om en om. Exercise. Deze. Laat even vol. Oké, okay, dus. Dat is nummer 4. Vier te gaan. Laat weer. 1-1. Exercise. Even vol. Yes. Dan daar weer 2 keer links, 2 keer rechts. Exercise. Links. Even doorhalen. Kom op, hou het even vol. Yes. Doen we deze nog een keer. 2 keer links, 2 keer rechts.
exercise. Nummer 7, jongen. Eén de laatste. Aan de ring vol. Laatste oefening. Ook weer een watje erbij. We gaan klanken. Of klinken. Nee, niet zeggen slokje, hè. Goed ademen tussen de oefeningen door. We gaan klanken. Verschillende variaties. Dus doe maar lekker daar. Dan komt het helemaal goed. Dus nog 8 keer 20 seconden. En dan is die week lekker begonnen, zeg. Tjonge, jonge, jonge. Alright, we gaan beginnen met gewoon een standaard pan. Dat betekent op de onderarmen, op de tenen en op deze manier. Ja, wachten eigenlijk. En dan leuke dingen denken. Belangrijk, blijf doorademen. Ga niet te hol, dus niet erg doorzakken. Buikspieren een beetje intrekken, daar gaan we. Dus op de tenen. Niet te veel doorzakken zo, een beetje hoog, buikspier actief aanspannen en doorademen. Leuke dingen denken en snel voorbij. Toch, Milan? Zeker waar. Ja. Nog maar 5 seconden. Dus. Hey. Rest. En rust. Goed, de volgende wordt een hoge plank. Dus ook op de tenen. Maar op deze manier. Exercise. Op de armen. Op de handen steun je eigenlijk. Goed doorademen. 10 seconden nog. Je hoort het. Buikspieren een beetje aanspannen. Maar niet alles vastzetten. Rest. En rust. Goed, doen we weer een laag plan. Maar nu gaan we niet meer weer wiebelen. Dus we gaan van links. Exercise. Naar rechts. Met het lichaam. Dus je rolt eigenlijk over je tenen. Rest. En rust. Doen we weer de hoge plank. Nu tikken we de schouders even voor één aan. Exercise. Op deze manier. Tik. Hou je lichaam zo stil mogelijk. Rest. We hebben even rust. Volgens mij hebben we 4 gehad. Nog 4 te gaan. 4 keer 20. Doe weer een normale plan. Exercise. Doe de poespas gewoon laag. Tien seconden nog. Rest. Om 3 te gaan. Doe weer een laag plan, maar nu gaan de benen 1 voor 1 naar buiten toe. Exercise. Dus en terug. Tik, terug. Rest. Nog 2 te gaan. 1 laatste. Doen we weer een hoge. Zonder poespas.
Exercise. Nog 10 seconden. Rest. Nog eentje te gaan. Sluit af met een normale. Kom naar laag plank. Exercise. Laatste 20 seconden. Nog maar 10. Hou nog even vol. Goed. Nou, was volgens mij een lekker lesje. Namens Milan en ik bedankt voor het meedoen. De week is weer goed begonnen. Zelf een beetje zweet op mijn voorhoofd. Ook al heb ik de helft maar meegedaan. Dus ongetwijfeld dat jullie ook lekker hebben gezweet. Bedankt en tot de volgende keer. Dankjewel. Doei. Dankjewel ook Milan en Dylan. Nee.